Goeiedag en welkom bij het debat over wonen, over huizen. Wie in Vlaanderen een woning wil bouwen of kopen of verbouwen, die moet veel geld neertellen, want de huizenprijzen zijn fors gestegen de voorbije jaren, maar moet ook rekening houden met heel wat regels in zaken vergroening. Wat zijn de renovatiepremies, de energiepremies, de dakisolatienormen, noem maar op. Het moet, want Vlaanderen wil dat tegen 2050, dat is binnen 30 jaar, al haar woningen energie-neutraal zijn. Hoe gaan we dat doen en wat kost dat aan de eigenaar of de huurder? Een debat erover tussen meerderheid en oppositie. Bij mij aan tafel Joke Schouwvliegen, Vlaams parlementslid en voormalig minister van CD&V. Welkom. En nieuw in het parlement voor SPA, Hanna Sanaf. Dames en heren, het is niet van onze gewoonte, maar ik wil even nog stilstaan bij de actualiteit voor we het hebben over bouwen en renoveren. En dan wel even over het haagje kijken bij de federale buren. Er is nog geen nieuwe federale regering, maar ik denk dan, ja, regio's moeten met elkaar kunnen samenwerken, ook met het federale niveau. Kan het zijn dat het uitblijven van een volwaardige federale regering, dat ervoor zorgt dat bepaalde plannen van de Vlaamse regering, dat die verhinderd of bemoeilijkt worden? Neem u zeker en vast op het vlak van energie en klimaat. Wel, tot nu toe is dat wel altijd nog gelukt. Waren er absoluut geen problemen. Men heeft ook verder gewerkt aan het Nationale Energie- en Klimaatplan, ja, waar ook de federale regering nodig was. Dus tot nu toe is dat geen probleem. Als dat natuurlijk heel lang blijft duren en er komt een soort stilstand, dan kan dat wel een probleem opleveren. Maar ik ga ervan uit dat er hopelijk snel een nieuwe federale regering is. Ja, want zo'n stilstand bijvoorbeeld, we gaan hier spreken over bouwen en renoveren. De BTW, dat is een federale aangelegenheid. BTW op renovaties bijvoorbeeld maar 6%. Daar heb je te maken met het federale, maar je hebt momenteel niemand om mee te praten. Stel dat je plannen zou hebben. Ja, er is natuurlijk een regering in lopende zaken, maar die hebben natuurlijk niet dezelfde daadkracht dan een effectieve regering. Dus ik denk inderdaad dat er zo snel mogelijk een federale regering moet komen. We zijn ondertussen meer dan 8 maanden na de verkiezingen. Het wordt stilaan tijd. Mensen begrijpen nog niet waarom het dat zo lang moet duren. Mevrouw Schouwvliegen verwijst naar het Nationaal Energie- en Klimaatplan. Dat klopt, dat is er gelukkig gekomen. Maar dan stel ik ook vast dat er bijvoorbeeld voor de NMBS een aantal miljarden investeringen in staan. Ik vraag me dan af, ja, in hoeverre kan deze regering zich daartoe binden? Je hebt beter een echte federale regering, ja, die dat echt ook hard kan maken en kan uitvoeren de volgende jaren. Dus, een parlement in lopende zaken kan ook een aantal dingen doen. Maar je hebt natuurlijk inderdaad geen één gesprekspartner, geen één nationale minister van energie en klimaat die je kan aanspreken. Dus allee, zo snel mogelijk die federale regering, denk ik dat voor iedereen het beste is. Ja, en trouwens, maar dat is dan in de glazen bol kijken. Is het goed dat er, of best zo, dat er een soort afspiegelingscoalitie zou komen te zeggen dat die 3 Vlaamse partijen ook in de federale ploeg zitten? Vroeger werd daar naar gestreefd, dat zou beter werken. Wel, ik vind het vooral belangrijk dat er een meerderheid is, ook langs Vlaamse kant. En dat de partij die ook de grootste is in Vlaanderen, dat die ook mee kan besturen. Dat lijkt mij heel belangrijk en dat is voor ons een heel belangrijke voorwaarde. En de rest zien we wel. Ik denk dat het gevaarlijk is om nu een aantal uitspraken te doen die een of ander zou kunnen blokkeren of schofferen. Ik denk dat dat absoluut niet de bedoeling is. Laat ons in de luwte en de stilte proberen om zo snel mogelijk een goede, stabiele federale regering te hebben. Want laatste vraagje daarover. Stel, er zijn pistes nu federaal waar uw partij mee aan zet is dan. Het zal wel vreemd zijn of het is een moeilijke positie wanneer je Vlaamse oppositie moet voeren tegen partijen waar je federaal dan samen mee bestuurt. Hè? Ja, dat is natuurlijk de consequentie van ons staatsbestel. Ik denk dat er vooral federaal zo snel mogelijk echt over inhoud moet gediscussieerd worden. Wie dat er dan in de regering zit, dat is van secundair belang. Ik denk dat vooral een project er moet liggen. Zitten wij daarin, zijn wij daarvoor noodzakelijk, dan zullen we daar onze verantwoordelijkheid opnemen. Zijn wij daar niet absoluut noodzakelijk, dan denk ik dat wij daar niet meteen voor staan te springen. Maar we willen onze verantwoordelijkheid opnemen. En als het dan wil zeggen dat we federaal met een goed project in de regering zitten en Vlaams oppositie voeren tegen wat wij absoluut geen goed project vinden, dan denk ik dat we daar ook wel onze stempel op kunnen drukken. Dus ik zie dat niet echt als een groot probleem. Brengt ons bij dit project, of het project van veel mensen die bouwen of renoveren, verkopen of kopen. De ambitie van Europa is dus om tegen 2050 heel haar gebouwbestand energie-neutraal te hebben. De eerste vaststelling is, dat is een gigantisch werk dat voor de boeg ligt. De tweede vaststelling is de maatregel daartoe. Dat is ingewikkeld. Nu, over dat eerste, dat is inderdaad gigantisch, maar 5% van de Vlaamse gebouwen voldoen daar momenteel aan. Het is 30 jaar, maar wel heel veel werk aan de winkel. Er is inderdaad heel veel werk, maar het is ook wel belangrijk.
Iedereen heeft ambitie op het vlak van klimaat, wil de uitstoot van CO2 naar beneden halen. Ja, dan moet je ook wel gaan werken op de huizen, op het woningpatrimonium. Want daar is echt wel een grote verantwoordelijkheid ook van uitstoot van CO2. Is dat een groot aandeel? Ja, absoluut. Het is 35%, dus dat is groot. Als je het bekijkt natuurlijk op huishoudens en mobiliteit en dergelijke meer, want alles wat grote industrie is, wordt Europees geregeld. Dus daar is 35% van de uitstoot toch wel van die gebouwen. Dus die ambitie is ook onderschreven door de Vlaamse regering. Er is in de vorige regering een renovatiepact aangenomen. Dat is een plan waar alle verschillende actoren van lokaal tot Vlaams samenzitten om die renovatie aan te pakken. Maar we zullen inderdaad nog bijkomende inspanningen moeten doen als we 2050 willen halen. Ja, dat is dan 2050. Jullie partij heeft ook een renovatieplan en daar is de deadline al 2035. Dat is nog sneller, op 15 jaar. Ja, dat klopt. Kijk, het is belangrijk dat we die inspanningen snel doen. Het is inderdaad, als we de doelstelling van Europa willen halen, dan zullen we echt op die woningen moeten inzetten. Als ik kijk naar wat er momenteel wordt voorgesteld door de regering, en als ik ook kijk naar wat het steunpunt wonen in haar analyse heeft gezegd, ja, dan blijkt dat er veel gebeurt. De minister heeft daar straks in de commissie nog een hele opsomming gegeven van de maatregelen die er allemaal in zitten. Maar de grootste kritiek is toch wel dat je een aantal mensen niet bereikt. Kwetsbare groepen, huurders, die worden momenteel niet bereikt. Ook mensen van 65 plus, die misschien de redenering maken van voor ons haalt het niet zoveel meer uit, we halen dat er niet meer uit. Dus we gaan toch een shift moeten maken, denk ik, in waar we echt op inzetten. Je ziet dat die premies gewerkt hebben voor een aantal groepen, maar dat die niet die groepen bereiken die je eigenlijk zou moeten bereiken. En ja, in ons renovatieplan, daar zorgen we eigenlijk voor twee dingen tegelijk. Dat het ten eerste voor de mensen betaalbaar blijft, doordat we het collectief aanpakken en eigenlijk de mensen de kans geven om hun huis te laten renoveren en terug te betalen via de meter. Dus eigenlijk via de energiefactuur die dan ook niet hoger zal worden. En tegelijkertijd voor een ontzorging zorgen, want dat is zeer belangrijk. Daar zijn ook maatregelen voor nu. Ontzorging? Ontzorging, dat wil eigenlijk zeggen dat mensen, er zijn heel veel mensen die de renovatie niet doen, omdat het heel veel papierwerk met zich meebrengt, heel veel dingen in orde brengen. Dat is voor veel mensen is dat echt afschrikwekkend. Dus er zijn veel mensen die daarom die renovatie niet doen en die er eigenlijk wel alle baat bij zouden hebben. Dus in ons renovatieplan proberen we die twee te combineren. En gaan we zowel voor ontzorging, een collectieve aanpak en het voor iedereen financieel haalbaar houden. Dadelijk over dat de financiële, maar eerst over de drempel of de ontzorging. Ik ben het zelf eens gaan opzoeken en het is ingewikkeld in die zin. Er is het regeerakkoord, ik zag op de website van de Vlaamse overheid de mogelijkheden, tot en met de premiezoeker. En je leest over premies via netbeheerders, korting onroerende voorheffing, energetische renovaties, registratierechten, sloop- en heropbouwpremie, verbeteringspremie, aanpassingspremie. De Vlaamse ombudsman waarschuwde al, men dreigt de weg niet te vinden. Dus dat eerste punt, de weg is ingewikkeld. Het klopt, hè. Het is een enorm ingewikkeld kluwen. En als je zelf renoveert of verbouwt, dan besef je maar hoe ingewikkeld en hoe moeilijk het is om je weg te vinden. En daarom, en dat staat ook in het regeerakkoord, is het belangrijk dat we één loket installeren. Dat mensen gewoon één aanspreekpunt hebben. Daar zeggen van, kijk, ik zou willen renoveren. Wat zijn de mogelijkheden? Wat kan ik doen? Wat zijn de normen? En wat daar allemaal achter zit van architectuur, dat speelt geen rol. Hè. Het is zo belangrijk om te zorgen dat die informatie op een eenvoudige manier bij de mensen terechtkomt. En de ontzorging is terecht. Hè. Je hebt heel veel achterna gelopen. Het is ingewikkeld. Op wat heb ik recht, op wat niet. En als het simpel is, dan zullen mensen ook sneller de stap zetten en ook de juiste keuzes maken. Want je kan ook foutieve keuzes maken. Als je iemand aanspreekt en die geeft jou foute informatie of je hebt niet het volledige plaatje, ja, dan maak je soms ook foute keuzes. Maar ik vind het heel belangrijk, het staat in het regeerakkoord dat men daar verder op zal inzetten. Het woonloket, het energieloket, wordt één loket, zodanig dat er één aanspreekpunt is voor mensen. De vorige legislatuur heb ik de woningpas ingevoerd, waar je ook met één klik ziet wat is de staat van een woning. Als ik bijvoorbeeld iets wil kopen of ik woon al ergens, kan ik daar alle informatie over mijn woning vinden. Ook dat is al een belangrijke stap naar duidelijke, uniforme informatie. Los van het financiële, dat eerste, om die markt doorzichtig te maken, kan dat al verhelpen? Dat één loket, één aanspreekpunt, dan is dat al duidelijk. Ja, absoluut. Ik denk dat dat zeker helpt. Er zijn al veel gemeenten waar men al één woonloket heeft bijvoorbeeld. Maar het zou goed zijn dat inderdaad ook het energieverhaal daar ook bij gekoppeld zit. Dus dat volg ik helemaal en ik denk dat dat een goede maatregel is. Maar dan nog is het voor veel mensen moeilijk. Dus je gaat soms ook echt mensen zelf, je gaat dat soms echt in de hand moeten nemen als overheid. Mensen zelf opzoeken als het ware. Ja, dus is dat een optie ook om preventief bijna te gaan aankloppen van mevrouw Meijer, dit gebouw kan eigenlijk...
Wel, het gebeurt naar kwetsbare gezinnen. Kan je een energiescan, een doorlichting van je gebouw laten doen? Wij als CD&V pleiten voor een echte energiecoach, die echt aanspreekbaar is, ook in de gemeente, die je kan vragen, kom eens langs, kan ik met jou alles bespreken, die alle informatie heeft en eigenlijk op een heel eenvoudige manier alles duidelijk kan uitleggen waar je recht op hebt en wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je woning zowel kwalitatief beter wordt, maar dat je energiefactuur ook naar beneden gaat. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, kunnen we dadelijk hebben over meer concrete maatregelen zoals aangekondigd of die al bestaan of zoals aangekondigd door de regering. Maar eerst politiek wat algemeen en u kan spreken uit ondervinding destijds als minister. Je hebt natuurlijk te maken met die bijna heilige baksteen in de maag van de Vlaming waar je als overheid moet gaan sturen. Dat kan soms heel gevoelig liggen. Hè? Dat kan heel gevoelig liggen, maar het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Mensen die een eigendom hebben, ja, die hebben ook een goede verzekering als ze ouder worden. Die moeten ook geen huur betalen. Dus wij vinden dat wel belangrijk, dat Vlamingen kunnen wonen zoals ze dat ook zelf willen. En niemand stapt daarvan af. Aan de andere kant, ja, heel wat huizen dateren van voor de jaren 70, 1970. Ja, die moeten aangepast worden aan de huidige normen. Want anders ga je gewoon stoken en vliegt het langs ramen, deuren en het dak naar buiten. Dus die twee combineren is een hele uitdaging, maar het kan. En daar moet je inderdaad ook kwetsbare groepen, en dat kan dan gaan over mensen die al wat ouder zijn, die in de woning blijven wonen, ja, die zien het niet meer zitten om een investering te doen die maar over 50 jaar wordt afgeschreven, ja, bij manier van spreken. Dus die mensen moet je ook kunnen overtuigen, mensen met een laag inkomen. Dus ik vind het heel belangrijk dat de premies en de financiering die we voorzien, dat we die gaan richten naar specifieke doelgroepen die we nu vandaag niet bereiken, omdat de drempel veel te groot is, zowel naar informatie, maar ook vaak de financiële drempel. Specifieke groepen met financiële drempel, waarover u ook sprak. Doet deze regering dat als u de plannen ziet? Nee, dat is het grote probleem van deze regering, van de beleidsnota ook. Hè. Als je kijkt naar de analyse die de SERF gemaakt heeft over de beleidsnota, dan zeggen die eigenlijk van al die maatregelen richting renovatie, die gaan echt niet helpen voor de mensen in kwetsbare groepen. Ik heb het bijvoorbeeld over het noodkoopfonds. Dat gaat over 620 woningen, terwijl we zo'n grote uitdagingen hebben. Premies die helpen ook alleen maar als je eerst al de financiële middelen hebt om het te kunnen betalen. Renteloze leningen wordt ook vaak mee gegoocheld, maar als je leninglast al zo hoog is, dan maakt het echt niet veel meer uit of je een lening hebt tegen 1,5%, zoals tegenwoordig de hypothecaire leningen vaak zijn, 1,5-2%, of 0%. Want je kan gewoon die leninglast niet afbetalen. Okay. Dus de financiële drempels. Ja, je moet nog zelf een kapitaalsaflossing doen, ook al is die lening renteloos, eigen inbreng. Velen zeggen, goh, begin het er niet aan. Maar niet aan beginnen is geen optie, denk ik. Ik heb de minister vandaag ook in het parlement, we hebben hem daarover ondervraagd, duidelijk horen zeggen dat ook hij voorstander is om meer gericht naar doelgroepen te werken. Dus ik geloof daar ook in dat dat verder zal uitgerold worden. En dat is ook nodig. Hè. Je hebt een heel grote groep waar je een soort incentive moet geven, een kleine stimulans om toch die energetische renovatie te doen. En daar kan je, denk ik, de financiering of de premies die je heeft een beetje lager zetten. Maar mensen die echt de middelen niet hebben en anders de stap niet zouden zetten, die moet je op een heel andere manier bereiken. En het klopt dat je daar echt op maat van die mensen moet kijken hoe kunnen we die financiële drempel overwinnen. Het is voor die mensen goed, de factuur gaat naar beneden en het is ook goed om die klimaatdoelstellingen te halen. En ook heel belangrijk, ik vind het een beetje fout om te zeggen, er gebeurt niets naar kwetsbare groepen. Er is enorm veel geïnvesteerd in het renoveren van sociale woningen. Ja. We hebben daar heel veel middelen vrijgemaakt. Ook nu terug, deze regering, 4 miljard wordt vrijgemaakt om die sociale woningen te renoveren. En daar bereik je ook wel kwetsbare groepen mee. En dat zijn ook middelen die komen uit het Klimaatfonds, die daarvoor geïnvesteerd worden. Ik zie u daarover knikken, maar u blijft toch wel bij uw punt dan. Absoluut. Ik ben blij dat collega Schouwvliegen terecht zegt van er is meer nodig voor die kwetsbare groepen. Want het gaat inderdaad niet over overtuigen. Het gaat gewoon over, het gaat niet voor die mensen. Maar wat u zegt over sociale woningen, dat klopt natuurlijk. Dat is een essentieel, dat is superbelangrijk, dat die sociale woningen ook aangepast zijn aan de juiste normeringen. Maar tegelijkertijd ook dat er nog meer sociale woningen bijkomen. Dat is ook een van onze kritieken. Er wordt geïnvesteerd in sociale huisvesting. Maar als je kijkt naar wat er noden zijn, dan zijn die nog veel groter. En dat is natuurlijk een echt cruciale. Als je inderdaad die sociale woningmarkt kan vergroten, ja, dan ga je het ook, die concurrentie op die laagste segmenten van de private huurmarkt doen afnemen. En dan kan je die ook onder druk zetten om ook de juiste investeringen te doen. Dus ik denk dat dat heel cruciaal is. Maar nu nog een cijfer net vandaag. De gemiddelde prijs van een woning in Vlaanderen is 287.000 euro. Daar zit een stijging in het voorbije jaar van 3% zonder inflatie. Mensen doen al een enorme financiële inspanning en
Wat daar nog eens bij komt of wordt opgelegd, dat is hen dan vaak gewoon te veel. Ja, het is duur en het stijgt. Dus voor mensen een woning aanschaffen of een stuk bouwgrond, kijken ze ook wel wat is ons budget. Het is juist op dat moment dat het heel belangrijk is dat je als overheid ook meegeeft aan die potentiële renovatie of koper van kijk, je moet ook energetisch renoveren of je zal later de factuur betalen. Ja, maar vergeet het is juist dat dan wel eens, heel belangrijk op dat moment dat men eigenlijk de volledige berekening maakt om dat ook te kunnen meenemen. Want anders komt men nadien met die kosten in aanraking en gebeurt het ook niet meer. En daarom dat moment van die overdracht voor ons heel belangrijk is om daar voldoende stimulansen te geven. En ook dat staat in de beleidsnota van de minister, staat ook in het regeerakkoord, dat als je een nieuwe woning of een bestaande woning koopt, dat op dat moment ook stimulansen worden gegeven om die energetische renovatie te doen. En dat is heel belangrijk om die doelstellingen te kunnen halen. Meteen een reality check. Bij het voilà. Moment van de beslissing wat van de aankoop. Wat is mijn totale factuur als ik daar een huis wil van maken, dat ook energetisch voldoende geïsoleerd is en waar ik ook zuinig kan wonen. Ja. Want we hebben nogal een stenen erfenis in Vlaanderen. 1 op de 3 woonhuizen dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. Je kan dan denken, ik heb een toffe woning gekocht, maar je moet meteen wel weten dat daar nog kosten aan zijn, zoals ze dan zeggen. Ja, dat klopt. Ik heb zelf ook ooit een woning gekocht. Die dateert ook van voor de Tweede Wereldoorlog. We hebben daar een heel zware renovatie in gedaan. En op het moment dat we erin kwamen, inderdaad, want daar volg ik de collega ook in, dat is een cruciaal moment. Als je daar eerst al 15 jaar in gaat wonen, dan wordt het alleen maar moeilijker, omdat je daar dan al in woont en dan met alle ongemakken van dien. Daarom is het ook bijzonder dat wat toch het paradepaardje was van de Vlaamse regering vorige legislatuur in het renovatiepact. Dat is die renovatieverplichting, dat die nu afgeschaft is. Want dat zorgt er natuurlijk voor dat veel mensen misschien het niet gaan doen. Ja, die verplichting, wat is daar nu juist van aan? Vanaf 2021 wordt het een gedeeltelijke renovatie verplicht. Wie het wel spontaan doet, die betaalt minder registratierechten. Maar een verplichting zoals hier was, waarom is dat weg? Wel, er was oorspronkelijk een verplichting om het te doen binnen de 5 jaar. Wij als partij, als CD&V, waren daar voorstander van, maar we merkten wel dat er heel wat reactie op kwam. Van ja, je gaat ons nu op kosten jagen en we hebben een woning gekocht. En daarom heeft deze Vlaamse regering ervoor gekozen om in plaats van een verplichting op te leggen, wat veel mensen nogal afschrikt angst aanjaagt, om ervoor te zorgen dat er stimulansen komen, dat er inderdaad positieve stimulansen komen om dat te doen. En u heeft het daarnet een van genoemd. Maar je kan 2 paden bewandelen, dat is een verplichting. En dat werkt bij de Vlaming vaak nogal averechts, is nogal een negatief gevoel. Of je kan met stimulansen werken, en de minister heeft ook aangekondigd om nog extra stimulansen uit te werken. En daar hopen wij ook snel duidelijkheid over te hebben wat dat specifiek zal zijn. Dus daar dan uitnodigen, een procent lager, minder registratierecht. Op die gemiddelde prijs is dat bijna 3000 euro. Maar u zegt dan dat zouden net willen verplichten. Dan ga je mensen natuurlijk op kosten jagen. Ik zeg gewoon dat het paradepaardje was van de vorige legislatuur en dat ik vrees dat op deze manier die renovatiedoelstellingen niet gaan gehaald worden. Mevrouw Schouwling spreekt over stimulansen, dat is terecht. Maar ook niet vergeten dat deze Vlaamse regering het eerst ook wel een heel negatieve stimulans heeft gegeven met de afschaffing van de woonbonus, waar maar 1% vermindering van registratierechten tegenover staat. Ja, zo maak je het voor de mensen wel veel duurder om een huis te kopen, zeker op korte termijn. Wat in ons programma stond, was inderdaad die woonbonus af te schaffen, omdat die een aantal negatieve effecten heeft, maar daar tegelijkertijd wel tegenover te stellen om de registratierechten af te schaffen. Nu is het een besparingsmaatregel die het mensen moeilijker maakt. En moeilijker maakt om een huis te kopen en hen ook minder budget over laat houden om effectief die nodige investeringen in de renovatie te doen. Als je die zou afschaffen, die registratierechten, ja, dan komt er wel een serieus budget vrij. Want dat is nu dikwijls de inleg die je moet doen, die je rechtstreeks moet betalen voor je lening, kan bekomen. Als je dat bedrag kan steken in de energetische renovatie van je huis, ja, dan ben je al een hele stap verder. Ja. Ik denk dat dat een goede maatregel brengt ons wel weer bij het verhaal van de woonbonus en dergelijke, en of niet gewoon die registratierechten weg mogen. Maar ik las nog wel de Vereniging van Architecten die zeggen dat die 1% lagere registratierechten, dat goed bedoeld is, goede effecten zal hebben, maar niet zal volstaan om voldoende mensen ertoe aan te zetten.
Ja, ik heb dat ook gelezen, die reactie. Maar aan de andere kant, het gaat hier ook over een studie die gebeurd is door het steunpunt wonen. Ja. En de maatregelen die de Vlaamse regering genomen heeft, met die 1% verlaging en afschaffen van de woonbonus. Als je naar die studie kijkt van het steunpunt wonen, ja, dan klopt die beslissing wel van de Vlaamse regering. Want beantwoordt zij wel aan de vraag om ervoor te zorgen, sensibiliseren, mensen een incentive geven om het te doen. Maar aan de andere kant ook een verschuiving te doen naar doelgroepen die het meer nodig hebben, die het echt niet aankunnen, die dat budget echt niet hebben om die stap te zetten. En daar, vind ik, heeft deze Vlaamse regering wel de juiste keuzes gemaakt. Het is een moedige beslissing om die woonbonus af te schaffen, maar die studie bevestigt dat het wel een juiste beslissing was. En dan heb je inderdaad die sensibilisering, die incentive van die 1%. Maar daarnaast is er nog een heel belangrijk pakket, en bijvoorbeeld ook renteloze energieleningen staat erin, maar ook de doelgroepen. De minister heeft vandaag heel duidelijk gezegd dat ook voor hem de doelgroepen met een laag inkomen die het niet aankunnen om te gaan renoveren, om daar meer op in te zetten. En dat is toch wel heel belangrijk. Je moet eigenlijk het totale plaatje zien. En ik vind dat dat perfect beantwoordt aan wat die studie van het steunpunt wonen zegt. En dat is zorgen dat je de financiële stimulansen heroriënteert naar de doelgroepen die het meest nodig hebben. Ja, ik sta volledig achter die conclusie, alleen zie ik de maatregelen nog niet. De maatregelen staan niet in de beleidsnota. We hebben ook daar straks door de minister, heeft alleen nog maar de conclusie mee onderschreven. Maar ik zie die maatregelen niet. Dus ik heb aan de minister ook nog eens voorgesteld, zoals ik ook aan collega minister Demir al gedaan heb, om ons renovatieplan ernstig in overweging te nemen. Er zullen altijd positieve en negatieve dingen aan zijn, maar laten we daarover in debat gaan. Maar ik zie momenteel de maatregelen niet. En ik zie de afschaffing van de woonbonus in deze regering is puur een besparingsmaatregel waar dat geen of onvoldoende andere maatregelen tegenover staan die het voor mensen wel makkelijker maken, zeker niet voor kwetsbare mensen. Ja, er was dan ook de sloop- en heropbouwpremie, dat ging tot €7.500. Voor de duidelijkheid, wat gebeurt daar nu mee? Die gaat weg of die wordt nog behouden een jaar? En waarom dan weg? Ja, die is verlengd, dus die wordt nu behouden. En eigenlijk wordt gewacht op het federale initiatief. We hebben daar ook een wetsvoorstel als partij over ingediend om de BTW te verlagen op sloop en heropbouw naar 6%, om dat te verruimen. Dus wij overbruggen dit nu met het behoud van die premie, vandaar ook de verlenging. Ik denk dat het belangrijk is dat we die BTW ook kunnen verlagen voor de rest van Vlaanderen. Het is nu in een aantal centrumsteden al zo, maar ik denk dat je dat kan verruimen naar gans Vlaanderen. Dat ook dat een belangrijke stimulans kan zijn voor mensen en toch ook een belangrijke financiële tegemoetkoming. Ja, dat maakt het ook inderdaad ingewikkeld. Het geldt in 13 centrumsteden, andere gemeenten dan niet. In Evergem niet, misschien in Turnhout wel. Ik ben op zich voorstander van een verruiming. Alleen ben ik absoluut geen voorstander van om dat in heel Vlaanderen te doen. Hè. Laat ons alsjeblieft niet fiscaal. Waarom wel in bepaalde steden, waarom niet in de provincie? Ja, we moeten gaan naar verdichting. Hè. Ik denk dat ook heel het verhaal van de betonstof of bouwshift. We moeten gaan naar verdichting. Dus het kan toch niet de bedoeling zijn dat we bijvoorbeeld een huis dat van de jaren 60 is, lintbebouwing, ergens een alleenstaand huis op een plaats waar we eigenlijk in de toekomst niet willen, dat we daar ook fiscaal gaan stimuleren om het af te breken en een nieuw huis te zetten. Dus oké, die 6% voor sloop en heropbouw, maar alleen op locaties waar je het wenselijk acht, waar we echt naar die verdichting kunnen gaan. Als je dat over heel Vlaanderen gaat toepassen, ja, dan ben je eigenlijk fiscaal iets aan het stimuleren wat je absoluut niet wenst. Ah ja, dat past misschien net in de bouwshift die de regering voor ogen heeft, of vroegere betonstop. Ja, maar je moet natuurlijk realistisch zijn. Die woningen zijn er, die zijn eigendom van mensen, die hebben ook een waarde. Ik kan van vandaag op morgen niet zeggen tegen die eigenaars, dit wordt niks meer, u kan je huis niet meer verkopen. Zeggen we toch? Dus dat is voor ons geen optie. Dus je moet die woningen ook gaan renoveren en zorgen dat ze energiezuiniger worden. Dus vandaar het voorstel federaal dan om naar die 6% te gaan. En dat is om die doelstellingen ook te halen naar 2050. Als we het dan hebben over de bouwshift. Ik ben een grote voorstander van het feit dat we onze open ruimte niet verder volbouwen. We hebben daar ook heel wat voorstellen gedaan. Deze regering gaat daar ook verder voor. Maar dat gaat over gronden die nu nog niet benut zijn, die bouwgronden zijn, die we niet meer nieuw gaan laten bebouwen. We gaan de mensen daar ook een vergoeding voor geven, de eigenaars. Maar zeggen dat een bestaande woning, dat die bijvoorbeeld moet afgebroken worden en er kan niks meer in de plaats komen, dat is niet wat die bouwshift doet. Dat is ook absoluut niet wat kan we zeggen, van plaatsen, voor alle duidelijkheid. Die nu bebouwd zijn. Dat is niet voor wat wij zeggen. Hè. Wij zeggen alleen maar dat je dat niet nog eens extra fiscaal moet stimuleren. Hè. Als je echt wil op een bepaalde plaats een huis, als je het wilt renoveren, perfect, hè. Dat is voor iedereen 6%. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat er een oud huis ergens staat op een plaats waar je ze niet wilt,
dat je die afbreekt en een nieuw zet en daar ook nog eens fiscaal daarvoor gestimuleerd wordt. Maar het mag wel perfect. Wij gaan als socialistische partij niet zeggen dat je daar dat huis moet afbreken en dat daar niks meer in de plaats mag komen. Alleen, laten we dat alsjeblieft niet fiscaal stimuleren. Dat is wat ik zeg. Ja, wat je momenteel hebt, is dat de BTW op nieuwbouw, op renoveren is 6%, nieuwbouw 21%. Architecten zeggen dat meer dan de helft van de renovaties, dat eigenlijk verdoken nieuwbouwwoningen zijn. Is daar iets van aan? Wel, het klopt dat er wel achterpoortjes worden gezocht. Dat is ook typisch voor Vlamingen, denk ik. Maar het wetsvoorstel dat federaal is ingediend en ook mee onderschreven door CD&V, voorziet wel een aantal randvoorwaarden om dat te voorkomen. Het gaat dan over de oppervlakte, de manier waarop. Ja. Dus het is wel nu ingebouwd in het voorstel dat op de tafel ligt om naar die 6% te gaan, dat er geen achterpoortjes meer zijn, want dat kan inderdaad de bedoeling niet zijn dat dit wordt misbruikt om toch maar aan die 6% te kunnen voldoen. Ja, is inderdaad het geval. Ik deed nu dit weekend toevallig een wandeling en in een buurt die ik wat ken. En ik zie toch een aantal zaken waar er nog een achtergebleven muurtje is. Wat dan als renovatie geldt, maar het is gewoon een heel nieuw huis. Ik denk dat er een beetje vanaf in welke regio u dan woont, hè, als u inderdaad... Het was ergens in de Kempen. In de Kempen, ik woon er niet, maar de vindingrijke Kempenaar had... Goed, maar het komt, op bepaalde plaatsen is het al als je sloopt en heropbouwt dat je aan 6% zit. Hè, op plaatsen waar het wenselijk is dat er inderdaad een nieuwe woning komt, daar heb je het probleem eigenlijk niet, hè, want daar is die fraude niet. Maar ik volg helemaal dat als je een regel maakt, moet je die ook controleren. En kan het niet de bedoeling zijn dat er achterpoortjes blijven. De Belg gaat inderdaad altijd op zoek naar die achterpoortjes, maar aan ons denk ik als politiek en aan de Vlaamse regering als beleidsmakers om die achterpoortjes zoveel als mogelijk te sluiten. Ja. De vaststelling is, en dan verwijs ik naar een stuk wat jongere mensen of generatiegenoten is, en dat is nu wel heel globaal, maar onder meer als je kijkt naar het gebrek aan open ruimte, naar de huizenprijzen, is dat wonen vandaag de dag voor deze generatie een pak moeilijker is geworden dan pakweg de generatie uit de jaren 50 of 60. Klopt dat? Wel, ik denk dat klopt. De prijzen zijn enorm gestegen. Er is ook wel schaarste, maar het is ook wel logisch dat we maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de open ruimte, dat die gevrijwaard wordt. Want het kan ook zo niet blijven doorgaan dat we alles volbouwen. Dus iedereen beseft dat wel. We hebben daar al heel veel discussies over gehad, ook in het parlement, van hoe kan je die druk van de huizen en de grondenprijzen naar beneden halen. Veel heeft ook te maken met de leningscapaciteit. Je ziet natuurlijk hoe lager de rente, hoe meer mensen kunnen lenen, hoe meer dat ook een druk legt op de prijzen. Mensen gaan altijd maar verder en kunnen ook altijd maar meer lenen. Dus dat zorgt eigenlijk dat je in een opwaartse spiraal zit. Gelukkig zeggen experten nu dat vanaf nu eigenlijk zij verwachten dat de prijzen ook wel terug zullen dalen. Maar deze regering zal ook sterk werk moeten maken van die bouwshift en echt ook stimulansen geven om mensen aan te moedigen op een andere manier te gaan wonen. Niet inboeten aan comfort, niet inboeten aan kwaliteit, maar wel op een andere manier. En we zullen aan de hand van goede voorbeelden mensen ook moeten tonen dat misschien iets dichter wonen, maar even kwalitatief, misschien betaalbaarder kan zijn, maar misschien zelfs aangenamer op termijn. Maar wij zitten nu in een cultuur die helemaal anders is, dus dat vraagt ook heel veel tijd, dat vraagt ook stimulansen, goede voorbeelden van de Vlaamse overheid. En het is een heel moeilijke overgangsfase, dat vraagt tijd. En ik ben wel blij dat deze Vlaamse regering die bouwshift ook wel mee verder heeft onderschreven. Ja, want dat is al dat emotionele waar ik in het begin van dit gesprek naar verwees, die baksteen in de maag, die ergens een heilige status heeft. Dat is het streven van nog zeer veel Vlamingen om een huis te hebben met een tuin in het groen en plaats om een auto te parkeren en zo meer. Hè. Ja, ik denk dat bewustzijn groeit, denk ik. Maar ik merk ook wel dat er veel mensen zich wel bewust zijn van het feit dat we dat niet meer allemaal kunnen doen, maar toch wel stiekem zelf nog hopen op dat eigen huisje met tuintje. Ons zal het nog lukken. Voilà, dat zie je vaak. En daarom is het inderdaad belangrijk dat we als overheid onze verantwoordelijkheid nemen. En dan kijk ik naar de Vlaamse overheid, maar zeker ook naar lokale besturen. Als we toch nog nieuwe gronden aansnijden, omdat dat nog in woongebied zit, dan moeten we kijken dat we dat niet meer op de manier doen zoals vroeger, met aparte kaveltjes waar dat dan een alleenstaande woning op staat. We moeten tegen de mensen durven zeggen van, dat gaat niet meer. Dat is niet meer verantwoord, dat was eigenlijk nooit verantwoord, maar nu hebben we dat door dat dat niet verantwoord is. En dan moet je als lokale overheid daar meer in gaan sturen. En dan moet je gaan kijken naar duurzame wijken, naar meer aaneengesloten bebouwing, maar dan meer openbare groen, dat kwaliteitsvol veel meer kwaliteit heeft.
Dus als lokale overheid heb je daar ook een enorme grote verantwoordelijkheid in. En ja, je kunt eigenlijk beslissen per perceel bijna hoe dat wordt... Ja, je moet een wijk in zijn geheel bekijken. Ja. Ik ben met schepen geweest in de stad Turnhout. We hebben daar bijvoorbeeld in het noorden van de stad een heel groot gebied wat nog gaat aangesneden worden. Ja, wij hebben daarvoor gezorgd, in samenspraak met de projectontwikkelaars trouwens, om daar heel grote groene vingers door te maken en daar volledig duurzame, klimaatneutrale wijk van te maken. Ja, je kan ook kiezen om daar gewoon terug allemaal kabels van te maken, maar dan ben je slecht bezig. Hè. En ik zie dat op een aantal plaatsen in Vlaanderen nog wel gebeuren. Dus ik roep ook echt lokale besturen op om echt hun verantwoordelijkheid daarin te nemen en niet te redeneren van als wij het nog doen, dan is het voor ons nog goed en goed voor onze fiscale inkomsten en de anderen zullen hun verantwoordelijkheid wel nemen. Nee, ik denk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen, Vlaams overheid, maar zeker ook de lokale besturen en de burgers. Ik denk dat het een samenspel is. Laatste vraagje daarover, want u zegt het zelf, we zitten in een soort transitieperiode met die huizenprijzen, de bouwshift, de vergroening. Dat zorgt voor veel onzekerheid bij wie nu bijvoorbeeld koop- of bouwplannen heeft. Wanneer zijn we door die periode? En ja, is die markt gestabiliseerd of is dat duidelijk allemaal? Wel, ik hoop dat er heel snel werk wordt gemaakt, ook door de bevoegde minister Diependalen, van een aantal maatregelen die ook in het regeerakkoord staan. De vereenvoudiging, ontzorging, de premies die veel duidelijker worden. Ik hoop dat dat snel kan gebeuren. Ook het beleidsplan Ruimte Vlaanderen of de bouwshift, dat daar ook nog een aantal beleidsbeslissingen die moeten genomen worden, dat dat ook snel kan gaan. En dan hoop ik dat we binnen dit en 2 jaar echt wel duidelijkheid kunnen geven aan de burger. En we zitten niet alleen op het vlak van de woningmarkt in een transitie, dat geldt evengoed voor mobiliteit bijvoorbeeld. Ja. En er is heel veel onzekerheid, maar er zal ook veel moeten zijn van politici om beslissingen te durven nemen die niet altijd even populair zijn. Ik heb het ook zelf ondervonden, heeft er zelf ook naar verwezen. Ja. Maar een aantal van die maatregelen zijn echt nodig dat die worden genomen. En daar moeten we elkaar ook kunnen vasthouden. En het is heel belangrijk dat de volledige meerderheid, maar ook ruimer, het parlement, politieke partijen die geloven in die trajecten, dat we allemaal elkaar goed kunnen vasthouden en die stappen zetten. Want anders zal het inderdaad niet lukken. En als we steeds opnieuw bij het minste tegenwind de hakken in het zand zetten en weer veranderen, dan is er grote onzekerheid, gebeurt er niks en halen we de doelstellingen niet. Dus dit is ook een oproep, denk ik, om voldoende politieke moed te tonen en de juiste stappen vooruit te zetten en ook voldoende informatie en duidelijkheid te verschaffen aan de burgers. Zij snappen soms wel de moeilijke boodschap, maar je moet ook duidelijk zijn en je moet ze ook durven brengen. Je mag ze ook niet omvloers brengen of op een verdoken manier. Ik denk dat er ook voldoende moed moet zijn om het goed uit te leggen waarom iets moet gebeuren op het vlak van wonen in Vlaanderen. Ja, en zoals bij autofiscaliteit mag dat niet al te vaak gaan veranderen, want dat creëert dan ook weer onzekerheid. Ja, ik denk dat het terecht is en ik denk dat we vooral moeten verder kijken dan mei 2024. Hè. Dit is een beleid, we moeten richting 2040, tegen 2050 kijken. En dan moet je inderdaad soms moeilijke maatregelen nemen en die misschien geld kosten, maar anderzijds, als je ze niet neemt, kost het op lange termijn nog veel meer geld. Hè. Ik heb het bijvoorbeeld over de bouwshift. Ja, uiteraard gaan we mensen moeten compenseren op een bepaald moment, hè, als bijvoorbeeld een bouwgrond die ze hebben liggen niet meer zal worden aangesneden. En dat is een kost en dat is een heel zichtbare kost. Alleen, uit studies blijkt dat de kosten die je uitspaart op vlak van mobiliteit, op vlak van nutswerken, onderhoud enzovoort, dat die vele keren hoger ligt. Natuurlijk, dat is een indirecte kost. Hè, dus dat is heel moeilijk, maar we gaan een aantal van die beslissingen echt wel moeten nemen. En dat gaat geld kosten, maar op lange termijn gaat dat geld opbrengen. En ik denk dat we die moed moeten hebben om effectief verder te kijken naar de verdere toekomst richting 2050. Ja, dank u wel meneer Anaf. Mevrouw Schouwvliegen, voor bij uitstek een thema van de toekomst. En we hopen dat u wat meer zicht heeft op dat bouwen en verbouwen in Vlaanderen en die premiestelsels. Een eigen huis, een plek onder de zon, daar gaat het over. Volgende week is er opnieuw het debat, vrijdag om 18 uur op Vlaams Parlement TV.